Belauto is alternatief openbaar vervoer als er geen regulier openbaar vervoer meer rijdt in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Ik rij alleen via de busroutes en instappen bij een halte. Ik mag dus niet als taxi fungeren en iedereen bij huis afzetten, want dan moet ik een taxivergunning hebben. En die heb ik niet. Roel Tijmons is initiatiefnemer van de Belauto. Een alternatief openbaar vervoer voor de momenten dat het reguliere vervoer in Altena niet rijdt. De passie voor het vervoeren van mensen komt niet uit het niets. Ik ben 34 jaar buschauffeur geweest. Sterk vervoer, stadsvervoer. Ik heb in Amsterdam gereden. Nou, als je daar kan redden, dan heb je heel wat hoor. Ik vind gewoon... Dat er helemaal geen openbaar vervoer is. Dat vind ik gewoon, de dupeer je mensen mee. Er zijn mensen die hebben geen rijbewijs meer. Er zijn mensen die hebben nooit een rijbewijs gehad. En je kent hier s'avonds 7 uur gaat de laatste bus. Nou, en op zaterdag een gedeelte van de gemeente heeft helemaal geen openbaar vervoer. Dussen, Genderen, die kant op, dat heeft helemaal geen openbaar vervoer. Het Museum Eiland heeft dus ook geen openbaar vervoerverbinding. Daar heb ik dus ook contact mee gezocht. En als mensen zich melden, dan kunnen ze dus met de Belauto vanaf maandag tot en met zaterdag vanaf Werkendamplein en op zondag vanaf station Gorinchem kunnen ze naar het Biesbosch Museum Eiland. Er zijn een heleboel jongeren die 's avonds avondcollege volgen, ergens. Maar die dus niet terug kunnen naar... huis en dan moeten ze opgehaald worden door pa en ma, dus ik vermoed dat dat ook wel gaat meespelen. Voor wie interesse heeft in de Belauto? Het telefoonnummer bellen, dat is 0627203010. 2 uur van tevoren of een dag van tevoren tussen 13:15 en 21:15 uur.